Klimaatverandering. Het wordt warmer. Dat klinkt lekker, maar het is het eigenlijk niet. Ben jij nog een van die mensen die overtuigd moet worden van dat het klimaat aan het opwarmen is? Geloof je het eigenlijk wel? Een heleboel mensen zullen diep in hun hart het eigenlijk niet kunnen en willen geloven. Ze denken misschien dat het natuurlijk is. Ze hopen dat het natuurlijk is. Een duurzame ontwikkeling, hebben ze daar ooit van gehoord? Mensen die zeggen dat het klimaat altijd verandert, heeft gelijk. Kijk maar, dit is de klimaatlijn van 180 miljoen jaar geleden. 444 naar 65 naar nu. Dit is nu. En dit is de huidige gemiddelde temperatuur op aarde. Zo'n 14 graden gemiddeld. En kijk eens wat die temperatuur heeft gedaan. Hij is heel sterk gestegen tot wel 12 graden in de tijd van de dinosaurussen. En dan is hij wat ietsje afgekoeld. En hier ergens zit een grote overgang. Een beetje een lang verhaal waarom. En dan krijgen we een periode met wel 12 verschillende ijstijden en weer warme tijden. Dus mensen die zeggen dat het klimaat voortdurend verandert, die hebben gelijk. Maar dat wil niet zeggen dat er nu niet iets aan het veranderen is wat nog spectaculairder is. Kijk, hier zien we een detailplaatje. Ook weer hier de nullijn. Hè, dat is dus de huidige normale gemiddelde temperatuur op aarde. En we gaan van 800.000 jaar geleden naar 500.000 jaar geleden, 300.000 jaar geleden, 100.000. En dan naar heden. En nu zie je dat we dus ook heden zitten in een normale temperatuur. Maar eigenlijk nog maar ontzettend kort geleden. Dus dat bewijst maar weer dat het inderdaad voortdurend een afwisseling is van warme tijden, hier zelfs nog wat warmer, naar ijstijden, en dan weer een warme tijd. Ik moet eigenlijk zo natuurlijk tekenen. Het gaat hier van oud naar jong voortdurend op en neer. Ja? Hier zie je de temperatuur, die zwarte lijn, zoals die gestegen is van 10.000 jaar, 8, 6, 4, 2, naar nu. Dit is een beetje een detailplaatje van het laatste gedeelte. Nou, je ziet een spectaculaire stijging ongeveer in het jaar 11.000 voor nu. En je ziet hier dat we zo ongeveer op een normale temperatuur uitgekomen zijn. Dit zijn allemaal klimaatonderzoeken die dat getal samen hebben gemaakt. Allemaal verschillende onderzoeken op verschillende momenten. Maar kijk nu eens wat een stijging zou betekenen zoals je die nu voorspelt. Plus 2 of plus 2,5 in zo'n korte tijd. Ten opzichte van deze sterke stijging. Die valt eigenlijk in het niet vergeleken met deze sterke stijging. En dit was een spectaculaire verandering van de aarde, waar heel veel diersoorten ook door uitgestorven zijn. En anderen weer kansen kregen. De mammoet is onder andere uitgestorven in die tijd. En hier waren er nog haast geen mensen. En hier zijn er opeens 7 miljard mensen. Die allemaal te maken krijgen met een klimaatverandering. Die lijkt op wat er toen gebeurde. Met enorme gevolgen. Hier zie je prognoses van hoe de temperatuur zich zal gaan ontwikkelen van ongeveer het jaar waarin we nu leven tot het jaar 2100, of kijk ook eens naar 2050. We zien een stijging van ongeveer 1,5 graad. En hier loopt dat op naar maximaal 4 en minimaal 2 graden. En dat zijn toch wel forse stijgingen. Onthoud even, hè? Dus in een optimistische studie zitten we in het jaar 2100 met een temperatuurstijging van 2,5 graad. En in de pessimistische studie met 4 graden. En geen enkele studie heeft eigenlijk het idee dat het even warm blijft of maar een klein beetje opwarmt. Onthoud het even voor later. Het zou wel raar zijn. Het zou raar zijn als er niks veranderd is op de aarde. Dan moet je kijken wat er sinds 1750 aan de wereldbevolking is bijgekomen. We leven nu ongeveer hier. Er zijn nu zo'n 7 miljard mensen in het jaar waarin we nu leven. Toen ik geboren werd, 1959, toen waren er nog zo'n 3 miljard. Dus het is meer dan 2 keer verdubbeld in 1 mensenleven. Nou, nog niet eens een volledig mensenleven. Dat is een gigantische stijging. En de mensen doen natuurlijk ook allerlei dingen. Hè? Ze rijden massaal met hun auto. Ze verstoken nogal wat fossiele brandstoffen in fabrieken. Ze wonen nu in steden, in hele grote steden. En ze gebruiken op grote schaal grondstoffen die ze uit de aarde halen. Daar kom ik zo nog even op terug. Wat je moet weten is dat de atmosfeer hartstikke dun is. Eigenlijk zit de meeste lucht in ongeveer 4 kilometer. Voor de meeste kinderen zal dat betekenen dat de afstand die ze afleggen tussen school en huis ongeveer dezelfde is als tussen de aarde en de ruimte. Wat verandert er nou in die atmosfeer? Nou, er komen broeikasgassen bij. En die broeikasgassen die zorgen voor opwarming. Hoe werkt dat nou, het broeikaseffect? Nou, de zon straalt licht naar de aarde. Dat maakt de aarde warm. De aarde gaat warmte uitstralen.
Die verwarmt de atmosfeer van onderaf. Het belangrijkste deel van die warmte gaat gewoon weer weg. Maar broeikasgassen vangen een deel van die warmte op en zorgen ervoor dat er een leefbare temperatuur op aarde komt. Daar is helemaal niks mis mee. Maar als het nou wat meer wordt, wordt de warmte ook wat meer. En dan krijg je ook dit soort dingen. Permafrost begint te smelten, begint een gas uit te stoten, zogenaamde methaan. Dat is een heel sterk broeikasgas. Die maakt het weer warmer. Warmte zorgt weer voor meer smelt van permafrost, enzovoort, enzovoort. IJs wat smelt, zoals hier, IJs heeft als eigenschap dat het een hoog albedo heeft, het reflecteert zonlicht, waardoor er geen opwarming optreedt. Als het ijs nou smelt, komt de zonnestraling op dit soort donkere oppervlakken terecht. Die stralen geen licht terug, maar die stralen weer warmte uit. Dan krijg je ook weer opwarming. Smelt er weer meer ijs. Enzovoort, enzovoort. We zien al dat er dingen veranderen. We zien al het smelten van ijs. Hier zie je op Groenland de smelt in 1992. En hier zie je al dat de smelt in 2002 een stuk groter is. Hier zien we een gletsjer die er vroeger nog wel was, maar nu helemaal weg is. We zien dat de Noordelijke IJszee steeds minder ijs bevat in de zomer. En dit is al, door de laatste gegevens, is het al een stuk kleiner geworden. Dus dit is iets wat razendsnel verandert. En ook hier speelt dat de zon die hierop schijnt, en er zal heel veel reflectie plaatsvinden, maar schijnt de zon hierop, dan wordt het allemaal opgenomen en gaat het warmte uitstralen. En dan zie je ook dat de ijskappen op Groenland en op Antarctica, want dit zijn smeltplekken op Antarctica, dat die volgens wetenschappers meer dan gemiddeld smeltverschijnselen van water veroorzaken. In het rapport van meneer Stern. Meneer Stern heeft met een aantal wetenschappelijke collega's zich gebogen over de vraag wat er nou precies zou gebeuren, wat het effect zou zijn van verschillende gradaties van klimaatverandering. Wat nou als het 1 graad warmer wordt, of 2 graden, of 3 graden, of misschien wel 4 graden. En nou weet je dat wij net hebben gezien dat het hoogstwaarschijnlijk, eigenlijk wel zeker, minimaal zo'n 2 graden warmer gaat worden in de komende 30, 40 jaar. Dat het mogelijkerwijs wel 4 graden warmer gaat worden. Laten we eens kijken wat dat betekent. Dat betekent als het eenmaal, dit is een 0,8 graden. Dan kijken we maar even niet naar, want dat zal het zeker worden. Je ziet dat bij 1 graad al zeldzame soorten zullen uitsterven. Dat koraalriffen kapot gaan. Dat heeft nog wat effecten voor de ecosystemen, voor de visstand. Dat er wat eilanden onder water zullen raken. En dat is eigenlijk nu al gaande. Bij 2 graden worden de gevolgen al een stuk ernstiger. En dan krijg je grootschaliger uitsterven van soorten. Onder de ijsbeer zal uitsterven. Groenland zal gaan smelten met alle gevolgen voor het albedo. Het albedo zal dan gaan afnemen waardoor het warmer wordt. En dan, als het dan 3 graden warmer wordt, krijgen we grote problemen om het Amazonegebied nog goed vochtig te houden. Krijg je voedseltekort, dan krijg je nog meer klimaatvluchtelingen dan je nu al hebt. En bij 4 graden is het helemaal erg, dan zullen het aantal vluchtelingen in de miljoenen gaan lopen en zullen er grote delen van de wereld onder water komen te staan. En hoe je het ook went of keert, hè, als je nu iets doet, moet je wat investeren, maar dan krijg je toch wel een heleboel ervoor terug. Als je het niet doet, zal het je heel veel geld gaan kosten. 20% van het inkomen op aarde zal opgaan aan oorlog, hongersnoden, plagen, ziektes ook. En misschien eindigt het wel in een hele grote nucleaire oorlog. Iets wat je niet moet laten gebeuren. Kijk, hier zie je een aantal milieuproblemen. Uitdroging, stormen, overstromingen. Mensen die kindsoldaten. Meestal ontstaan als het conflicten gewoon door bepaalde voedsel- of watertekorten. Allerlei natuurrampen, bosbranden door sterke droogtes. Allemaal zaken die te maken hebben met het klimaat. En het zijn dingen die natuurlijk al gebeuren. We praten hier niet over de miljoenen vluchtelingen van de toekomst, maar we praten over de honderdduizenden vluchtelingen van nu. Conclusie, het is toch waar, het klimaat verandert. De mens is daar de oorzaak van en de gevolgen vallen voor de mens niet mee. Moeten we nou in paniek raken? Eigenlijk wel, maar er is al niks verloren. Er zijn nog economische kansen. We kunnen nog overgaan op duurzame ontwikkeling. En we kunnen en moeten de bevolkingsgroei tot stand brengen. Alle oplossingen om dat te bereiken zijn al aanwezig. Zo hebben we allerlei vormen van duurzame energie technologisch al voldoende uitontwikkeld
om het gewoon te gaan gebruiken. Biomassa hebben we heel veel in Nederland, waterkracht, blue energy, het maken van elektriciteit op basis van zout en zoet water. Hier wordt de technologie ook steeds efficiënter van. Dit is een goede mogelijkheid voor Nederland. En dit is warmte-koude opslag. Wat je doet is, voor het koelen van het huis in de zomer sla je in de winter koelte in de bodem op. Pomp je naar beneden, je pompt het weer op als je het nodig hebt. Dan hoef je zo'n huis niet elektrisch of op een andere manier te koelen. Bij verwarming gaat het ook zo. In de zomer, als het warm is, sla je warmte op. Je moet er dan iets mee doen, maar dat is een beetje een lang verhaal. En in de winter pomp je het omhoog, kan je je huis ermee verwarmen. Het hoeft geen armleven te zijn. Hè. We kunnen gewoon blijven varen. We kunnen gewoon blijven rijden. We kunnen op grootschalige manier dit soort energie gaan opwekken. We kunnen dat in onze auto stoppen. Onze huizen kunnen er goed uitzien. We kunnen allerlei vormen van duurzame energievoorziening gaan ontwikkelen. En daar hoeven we dus echt niet minder van te eten. Misschien wel minder vlees. Dat duurzame leven hoeft ook geen miserabel leven te zijn. Je kan gewoon blijven autorijden, blijven varen, want we gaan die energie op een goede duurzame manier opwekken. Huizen kunnen gewoon blijven zoals ze nu zijn, beter nog worden. En voedsel kan duurzamer geproduceerd worden. We zullen wel van het vlees af moeten. Ten slotte de wereldbevolking, die zal toch aanzienlijk moeten afnemen. Gelukkig zijn er al alle tekenen voor dat het zal lukken. Het zal niet lukken om het op 7 miljard te houden, maar het zal 9 miljard worden. Wat is daarvoor nodig? In de eerste plaats moet je, net zoals in westerse landen, vrouwenemancipatie zien te bereiken. Meisjes naar school, geef ze een toekomst, geef ze een baan, geef ze toegang tot voorbehoedsmiddelen. En dan zullen ze eraan kiezen om minder kinderen te nemen. En in ontwikkelingslanden is er nog een ander probleem, dat is een hoge kindersterfte. Hier zien we kindersterfte per 1000 geborenen per jaar. Hier zie je een hoge kindersterfte. Dit is Europa, Portugal in 1970. En dan zie je dat er een kindersterfte is van bijna 40 geborenen. Nou, 40 zuigelingen tot 1 jaar gaan dan dood. En dat is erg hoog. En dat is nog ongeveer wat je in ontwikkelingslanden nu nog hebt. Dit leidt ertoe dat mensen meer kinderen nemen, omdat ze toch wat nodig hebben. Ze hebben toch pensioenen. Althans, ze hebben geen pensioen. Dus ze hebben die kinderen nodig om voor zich te zorgen. En ze werken vaak nog op het land, wat ook weer arbeidskrachten vraagt. Dan zie je in West-Europa wat er gebeurd is. Die hele hoge kindersterfte van 1970 is teruggebracht naar een hele acceptabele kindersterfte in het jaar 2000. En tegelijkertijd zijn ook de gezinnen in omvang afgenomen. Hier waren het nog grote gezinnen, hier zijn het kleinere gezinnen. Doe je dat nou ook in ontwikkelingslanden? Geef ze toegang tot geboortebeperking? Zorg je dat vrouwen zelf mogen beslissen over het aantal kinderen? Zorg je dat de kindersterfte afneemt, dan zal je uiteindelijk uitkomen op 2 kind per vrouw gemiddeld en zal de wereldbevolking niet meer stijgen. Dat was het. Ik hoop dat je daar veel aan gehad hebt. Een vriend van mij vertelde dat hij in dit gebied vroeger altijd alpentochten hield en dit was dan volledig besneeuwd. Maar nu zie je dat er eigenlijk helemaal nergens besneeuwd te bekennen is.